Nou Hans, het lang gekoesterde kunstgrasveld komt nu wel heel dichtbij, hè? Ja, het gaat hartstikke mooi, gaat hartstikke lekker. We zijn 2 uur geleden begonnen, direct na het besluit van de raad. En het gaat eigenlijk heel voorspoedig, we liggen precies op schema wat dat betreft. Ja, toen die klap met de hamer er eenmaal op was, alle vrijwilligers opgetrommeld om naar het park te komen, hè? Ja, stiekem hadden we dat al gedaan in de dagen ervoor. We hadden natuurlijk wel het idee dat het akkoord zou komen, of de akkoorden zou gegeven worden. Dus we hadden de maandag ervoor al een oproep gedaan aan alle leden van kom ons alsjeblieft helpen, want er moet een hoop gebeuren. Nou, ik moet zeggen dat de stoutste verwachting heeft ons overtroffen. We hadden gehoopt op 15, 20 man en er waren er op avond 60 man. Dus dan kun je heel wat doen, om zo te zeggen. Dat is hartstikke mooi. En dan kan het heel snel gaan, hè? Ja, dat kan het heel snel gaan en dan weet je ook dat het leeft binnen de club, om zo te zeggen. Dus dat is heel fijn. Ja, want jullie zijn al wel 10 jaar bezig om het voor elkaar te krijgen, om überhaupt kunstgras te krijgen hier, hè? Ja, nee, absoluut. Ik ken de gesprekken nog en ik heb het laatst ook nog even teruggelezen in notulen van onze vorige voorzitter, Jan Starwinkel. Dat we regelmatig bij Gerrit Alsema in die tijd nog, de wethouder, aan tafel zaten. En dan kregen we al een kop koffie van hem. En dan zei hij jongens, voor we het gesprek beginnen, ik heb geen geld, dus zeg maar wat je wilt. Nou, dan dronken wij de kop koffie op en dan gingen we verder. Een beetje gechargeerd, maar zo was het eigenlijk wel. Dus 10 jaar geleden was de wens er al. En de noodzaak is eigenlijk 7, 8 jaar al lang dat we gewoon echt een kunstgrasveld hebben. We groeien echt uit ons jasje. Ja, want je kunt de capaciteit van een kunstgrasveld is vele malen groter dan gras, hè? Ja, je kunt 24-7 kun je kunstgras benutten, om zo te zeggen. En dat 10 tot 12 jaar lang. En dat red je met een gewoon veld niet. Als wij hier nu op een veld gaan trainen, dan hou je 2, 3 weken vol en dan is het veld gewoon zwart. Nat en onbegaanbaar. Ja, absoluut. We hebben vorig jaar, 2 jaar geleden gehad dat we hier van november tot maart helemaal niet op het trein konden. Dus dat betekent dat je uit moet wijken naar ander kunstgras, naar sportscholen, naar indoor soccer. Nou, kost ook een hoop geld. En je kunt niet alle leden daarmee bedienen en dat kunnen we straks wel. En wie gaan hier op trainen of op wedstrijd spelen? Het eerste blijft gewoon op het gras, toch? Nou, we blijven natuurlijk op gras spelen. We hebben straks drie grasvelden. Maar het kunstgras zullen we ook volop benutten. Trainen zal in principe iedereen erop. Dus het zal per toolbuurt gaan. Het is natuurlijk zo dat in de wintermaanden zijn de jongste jeugdsten in de zaal. Dus dan hebben we hier wat meer ruimte. En dan zal het eerste en de andere teams daar meer gebruik van kunnen maken. En wat is het stadium nu? Dus ik zie nu trekkers met afgraven, met iets vlak maken, geloof ik. Hoe is het proces gevorderd? Ja, ze hebben dus vorige week en deze week alles afgegraven. Ongeveer 30 centimeter is er afgekomen. Nu wordt het geëgaliseerd. Er lag een goede sportlaag onder, omdat hier vroeger een Wetra-veld heeft gelegen. Dus dat het voordeel hebben we. Ze gaan hem vandaag helemaal afvlakken. Dat moet vandaag klaar zijn. Dan gaat maandag en dinsdag komen er 100 vrachtwagens. Dus dat wordt een spektakel hier op de Norgenweg. Er komen verkeersregelaars, alles bij. 100 vrachtwagens met zand? 100 vrachtwagens met zand die hier ongeveer 30, 40 centimeter nog weer bovenop leggen. Dan moet die eind volgende week gekeurd worden. Want hij moet in 3 fases gekeurd worden. Dan wordt hij gekeurd en dan komt de sporttechnische lager op. En dat wil zeggen dat de lava opkomt of schelpen of iets dergelijks. Maar dat zal dan na volgende week gaan gebeuren. Heb jij enig idee van een indicatie? Wanneer is die mat nog helemaal tiptop? We hopen dat hij helemaal klaar is bij eerste week december. Maar laten we uitgaan van half december. Het zal altijd nog wat tegen zitten. Ik bedoel, het mag niet te nat zijn. Nou, ik geloof dat de komende week heel mooi weer wordt. En het mag niet gaan vriezen. Want dan kunnen ze dat kunstgras niet verlijmen. Dus dat is een spannend iets. Dat hebben we niet in de hand. En de rest hebben we in de hand. Ergens in december zal het dus klaar zijn. En dat zal voor jullie wel weer reden zijn voor een feestje, of niet? Je kent ons wel een beetje, hè? We zullen het niet direct in december gaan doen, maar we zullen het wel in gebruik nemen. Maar dat komt vast vandaan. We zijn met de Nederland bezig, ja.